Dat is dat, hè? Amerika, ja, zusje land, wordt des varen. En barstje met vier wieltjes aan, en zijn karen. Een meisje met kort rotsje aan, zie de man varen. En als er dan meisje er bukt, zie de er varen. En mijn lief, die heeft er een nieuwe machine, een nieuwe machine, een nieuwe machine. En mijn lief, die heeft er een nieuwe machine, want ik heb ze nog nooit gezien. Goed. Wat moet ik ervan zeggen? Ah, maar ja, ik breng dat ook in het vierde studio. Ja, nee. Luistert, zei dan, de meisjes vroeger droegen een onderbroekje met staren. Hebben ze dus een kort rokje aan en ze buiken, dan zie je een staren. Ja, 90% dat is gek, maar het zit er al bij de vierde studio nu, dat is niet dat de liefst. Goed. Ook het volgende, ja. We zullen nog een keer, we gaan zingen, ja? Het is een blaadje. Pardon? Het is een blaadje, hè? Wat een tekst. Ah, dat is het ook. Dat is niet moeilijk, hè? Oké. Amerika, ja, ze schulden, wordt er zwaarder. En barstert met vier wielke zon en zijn kaarde. Een meisje met kort rokje aan, die er nog waren. En als er dat meisje nu bukt, zie je er staan. En mijn lief, die heeft er een nieuwe machine, een nieuwe machine, een nieuwe machine. En mijn lief, die heeft er een nieuwe machine, want ik heb ze nog nooit gezien. Goed, dat is voor de pessimisten. Optimisten zijn en kaart onze degels te zien. Dus elk kiest. En, oh ja, oké, moet dat bladje niet kijken, want ik heb dus inderdaad, wij moesten in het onderwijs aanschouwelijk zijn, ja. Ik heb dus inderdaad een op bankkaarten uitgebeeld, niet, dan een Chinese vrijwilliger, per strofe, dan gaan we dat dus omdraaien als je wilt, ja. Oh, ja. Kruis, hè? Nee, dat kruis. Oké, dan gaan we. Wat moet ik er nog van zeggen? Ah ja, dus in het zesde jaar, en het zijn hier een paar leerlingen, moesten ze drie dingen kennen van mij. Of drie dingen meedoen. Hey, naar het verdere leven. Ten eerste. Zeg, kijk, als je naar de lief gaat, ja, zie dat ik er nooit uit een fastfoodrestaurant zie komen. Dat vind ik geen fastfood, nee, McDonald's en zo. Nee. Tweede, voordat je gaat inschrijven, ga je eerst naar een café daar in de dingen, of een studentenbrief aansluiten. En ten derde moesten ze dus dat niet kennen. En op het examen, kan u nog doen, laatste vraag. Amerika is, drie puntjes, vul aan. Natuurlijk een meisje, natuurlijk een meisje. Nee, is dat ook voor punt. Tuurlijk is dat voor punt. Mag ik nog één keer zeggen? Amerika, ja, ze is geland, maar het is varen. Een bakker met vier wielke zon en zijn garen. Een meisje met kort rokje aan, zie je nog varen. En als er dat meisje nu bukt,
machine and a leaf, the internet or a machine, and has a soft, no, thank you.